Een grote stoet paarden- en dierenliefhebbers komt de Crispijntunnel uitgelopen. Ze zijn op weg naar het stadskantoor om te protesteren tegen de dreigende sluiting van de Dordrechtse manege aan de Spirea. Vorige week kreeg de vereniging te horen dat de gemeente het huurcontract opzegt en de grond en het gebouw wil verkopen. Pech voor de vereniging, want die heeft niet voldoende geld om het over te nemen. Reden voor een groot protest op de stoep van de gemeente. Wat denk je dat deze demonstratie gaat opleveren vanavond? Nou, ik hoop veel goeds. Oh, de paard wil niet blijven staan. Nee, ik hoop veel goeds. Ja, het moet blijven staan. Nou, ik vind wel dat manege gewoon moet blijven en dat hij gewoon niet weg mag. Gaan jullie ook met de paarden naar binnen? Dat weet ik nog niet, ik denk het niet. Ik zou het doen. Ja, daar krijgen we misschien problemen mee. Want, hoe zou jij het vinden als de manege... Het paard blijft toch wel rustig, hè? Ja hoor. Ik ben een beetje bang voor paarden. Ja, dat hoeft hier niet te zijn hoor. Ik snap ook niet waarom ik deze reportage maak. Maar als de manege daadwerkelijk zou verdwijnen in juni 2012, wat doet dat met je? Nou ja, het zou niet leuk zijn, want ja, we moeten wel een andere stalling gaan vinden. En het zou ook gewoon voor alle leden en vooral de jongere kinderen, die zouden natuurlijk gewoon weg moeten. En de kinderen die ook op de wachtlijsten staan, die zouden toch echt slecht nieuws te horen krijgen. Intussen arriveren de politici voor de gebruikelijke dinsdagavondvergadering van de gemeenteraad. Ze zijn enigszins verbaasd over de ontvangst door mens en dier. Nou, het is wat, hè, al die paarden voor het stadskantoor. Ja, ik vind het gewoon ontroerend. Echt waar. Ja. Het wordt niet op één paard gewed? Nee. Nee, doe jij toch ook nooit? Nee. Maar wat is het standpunt van uw partij, van Beter voor Dordt? Ons standpunt is... wij hebben 5 jaar geleden hier al een motie overheen gediend. We dragen het een heel warm hart toe. En wij vinden ook zeker dat de manege moet blijven. Maar vanavond... Dus geen vuiltje aan de lucht? Nou, dat zeg ik niet. Vanavond wordt er opnieuw gesproken met het bestuur van de manege. En eigenlijk heb ik daar het volste vertrouwen in dat ze er wel uitkomen. Wij hebben gezegd dat wat ons betreft de manege nog zeker 5 jaar door kan huren. Daar zij niet de mogelijkheid hebben financieel gezien om het te kopen. Maar 5 jaar geleden was de Partij van de Arbeid niet voor. Toen was VSP en Beter voor Dordt, die waren sterk geporteerd voor het behoud van de manege. Wat heeft u van het standpunt doen veranderen? 5 jaar geleden hebben wij ook geconstateerd dat de grond en de manege is aangekocht met het doel te zijner tijd een project uit te ontwikkelen. Projectontwikkeling is in deze tijd absoluut niet aan de orde. De economie zit zwaar tegen. Dus waarom zou je dan nu dit gebied gaan verkopen terwijl er geen projectontwikkeling aan de orde is? Wij vinden, zolang dat niet aan de orde is, dat deze mensen gewoon daar in ieder geval moeten kunnen huren. En als zij te zijner tijd zouden kunnen kopen, dan willen we dat uiteraard in welwillende overweging nemen. Want we zien dat deze vereniging een belangrijk deel van de jongeren voorziet in een leuke sport. Nou, wij vinden dat een prachtig bedrijf, een prachtige vereniging. Hij groeit en bloeit tot en met. Dus we zouden hem graag voor Dordrecht behouden. En wij staan er zo in dat we zeggen, zolang er geen nieuwe eigenaar, iemand bekend is die het wil gaan gebruiken, moeten ze er zeker niet uit. En feitelijk hopen we, en we hebben zojuist in de carousel van de wethouder gehoord dat hij vanavond weer een gesprek heeft met het bestuur. We hopen dat ze eruit komen. Dat zou de meest gewenste oplossing zijn. Maar de partijen zijn het er wel over eens dat de gemeente niet voor Sinterklaas moet spelen. De manege krijgt het gebouw en de grond dan ook niet cadeau. Dan zegt de Partij van de Arbeid de komende 5 jaar weer verhuren aan de Dordtse manege en de kosten van het onderhoud voor onze rekening. Nou ja, dat vind ik dus een ander aspect. Hoe je dat financieel gaat afregelen vind ik een punt van gesprek tussen de wethouder en de manege. Waarbij ik me allerlei constructies kan voorstellen. Waarbij er een evenwichtig pakket uit moet komen waar de manege mee kan leven en waar de gemeente niet onnodig veel geld gaat toeleggen. Dus ik hoop van ganse harte dat ze nu met z'n allen meewerken om inderdaad de manege te behouden, maar wel onder goede voorwaarden. Het kan niet zo zijn van jullie kunnen het kopen voor een appel en een ei, want dan krijgen wij ook allerlei andere maneges, willen we ook, dat kan niet. We moeten gewoon eerlijk met elkaar onderhandeld worden. Geen verkapte overheidssteun. Precies, dat kan niet. De paarden staan nu in goede stallen, maar als
de manege weg zou moeten, is er in ieder geval... De paardenslager. Nee, niet de paardenslager, zeker niet. Volgens mij is er toen altijd door het college en door de raad gezegd dat er naar een adequate en een passende oplossing moet worden gezocht. En dat is niet in mijn ogen de paardenslager, maar dat is dan een ander pand waar deze paarden ook weer rustig zouden kunnen staan. Wat verwacht u van de manege zelf? Bijvoorbeeld zelfredzaamheid? Een groot deel beter, want als je dus de afgelopen jaren ziet, is de gemeente toch zo goed tegemoet gekomen. Vind ik ook prima. Maar je kan je voorstellen, als ze het nu aankopen en ze gaan verder, zullen ze toch een redelijk goede basis moeten hebben om zichzelf te bedruipen. Dat is wel een belangrijke voorwaarde. Buiten is het protest nog steeds in volle gang. Ja. Deze handtekeningen zijn door onze leden ingezameld de afgelopen 3 dagen. Ja. Ja, zoals je ziet wat hier staat, ik ben erg trots op ze allemaal. Dat ze dat zelf georganiseerd hebben, want wij lopen mee als bestuur. Maar het is een actie vanuit de leden. Ja, dat had ik begrepen. En ja, ik hoop dat we er straks gewoon uitkomen. Of straks, of in ieder geval een opening hebben om weer... Ja. Nou, dat klopt. Zoals vorig jaar aangegeven, de insteek is nog steeds om jullie het leven niet onmogelijk te maken. We hebben in het verleden wel bepaalde afspraken gemaakt. Ja, volgens mij gaan we straks even aan tafel en kijken of we eruit kunnen komen en of we verder kunnen komen. Het is in ieder geval goed om te zien dat het zo leeft. Even kijken hoe we straks varen. Meneer Mos, denkt u wel eens als u dit ziet, het beste paard struikelt wel eens en komt u terug op uw beslissing? Nou, het beste paard struikelt wel eens, maar de beslissing is nog steeds dat wij in het verleden een tijdelijke afspraak hebben gemaakt. Dat daaraan de afspraak ook vast zat dat de manege zichzelf moest bewijzen. En dat we richting een meer kostendekkende huur zouden gaan of eventuele verkoop. Nou, we zijn er eerder niet uitgekomen, maar het bordje te koop hangt er nog niet op. Om 8:30 zo meteen gaan wij gewoon aan tafel en kijken of we nader tot elkaar kunnen komen. En dat betekent van 2 kanten, vanuit de kant van het college bewegen, maar ook vanuit de kant van de manege. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Nou heeft de Partij voor de Dieren die heeft gezegd van die vraagt de gemeente naar de noodzaak van de verkoop en de bouwplannen op de betreffende locatie. Zijn er al bouwplannen? Nee, er zijn geen bouwplannen. Vandaar dat de manege ook eerder aan de vereniging te koop is aangeboden. In het verleden waren er wel eens geluiden in de stad die zeiden nou, een mooie ontwikkellocatie. Het huidige college is die mening niet toegedaan. Dus dat deel kan wat dat betreft van tafel. Wat onverlet laat dat we nog steeds een manege hebben die wel kosten met zich meebrengt en waar we een oplossing voor willen vinden. John de Vries, die op dit moment de manege runt, is blij met de opkomst en de steun. Ja, overweldigend. Ik ben heel erg trots. Het is een actie georganiseerd vanuit de leden. We hebben als bestuur later zeg maar, erbij gestaan om het in goede banen te leiden. Maar ik ben heel trots op alle leden en op de kinderen die dit allemaal georganiseerd hebben. En het geeft aan dat het leeft en waar ik voor vecht. Denkt u dat u er vanavond uit gaat komen met de gemeente? Nou, ik denk niet dat we in de eerste onderhandeling nu vanavond al helemaal eruit zijn. Maar ik ben blij dat er weer een opening is. Vorige week dachten wij de deur is dicht, definitief dicht. En de acties hebben denk ik ertoe geleid dat de deur weer open is. Of op een kiertje staat. Of op een kiertje. Misschien is het inderdaad wel een kiertje. Maar wij klampen ons vast aan het stro, hè, aan de strohalm. Het stro van de paarden. En ja, we moeten er gewoon uitkomen. De Vries heeft dus goede hoop. Maar een vader van een van de paardenmeisjes denkt daar heel anders over. Ik heb hier heel weinig vertrouwen in. Om dood eenvoudige redenen dat ik dus in de veronderstelling ben. Dat het puur handjeklap is met Beter voor Deutsch. Ik blijf zeggen, en dat zat een paal boven water bij mij, dat dit gewoon een kwestie van huizenbouw is. En dat er gewoon dus naar een projectontwikkelaar gaat. Ze moeten eens weten wat voor verdriet ze die kinderen aandoen. Mijn dochter is pas het paardje verloren, 18 jaar oud geworden. We hebben er heel veel verdriet over. En moeten hier een aantal paarden voor naar de slachterij dadelijk. Moet niet tegen die kleine kinderen zeggen dat ze er frikandellen van maken. Het is godsgeklaagd. Zoals de gemeente Dordt met de kinderen omgaan hier zo. Dat is mijn mening. Maar ik vind wel, er moeten hardere acties komen. Laten we maar eens op een gegeven ogenblik met z'n allen een raadsvergadering dermate gaan verstoren. En laten we dan maar eens even zien wat democratie in dit land is. Of dat ook nodig is, is afhankelijk van het gesprek tussen de gemeente en de vereniging Dordrechtse Manege. Dat achter gesloten deuren plaatsvond.
Na afloop zijn er vooral opgeluchte gezichten te zien. Wij zijn benieuwd, wat is er uitgekomen vanavond? Nou, het was een heel constructief gesprek. En ik denk dat we een heel eind nader tot elkaar zijn gekomen. We hebben afgesproken dat we van beide kanten nu gaan rekenen. Of dat wat we net besproken hebben, of dat haalbaar is. We hebben samen een voorstellen gedaan. En we hebben nu toch wel de hoop dat we eruit gaan komen. Dus het was een erg positief gesprek. Wethouder Mos, het gesprek is zojuist beëindigd tussen u en de vereniging Dordtse Manege. Wat is de uitkomst? Dat wij de komende twee weken gaan kijken of we een variant kunnen uitwerken waarin erfpacht van de grond onderdeel uitmaakt. En dat zou betekenen dat de manege wel de opstallen van de gemeente koopt. De grond in gemeentelijk bezit blijft, maar gewoon in erfpacht wordt uitgegeven. Net zoals dat we dat bij bijvoorbeeld bedrijventerreinen ook doen. En betalen zij een soort van huur over die grond. In hoeverre bent u dan qua geld tot elkaar gekomen? Ja, ik ga hier geen bedragen noemen, sorry, het spijt me. Er is een constructie bedacht waarbij beide partijen toch krijgen wat ze willen. Wat betekent dat concreet? Dat betekent dat we straks een manege kunnen exploiteren. En dat de gemeente gewoon krijgt waar zij recht op hebben. Waar hebben ze recht op? Op een eerlijk bedrag. Maar betekent dit dat het voortbestaan van de manege na vanavond gewaarborgd is? Nog niet 100% gewaarborgd, maar we hebben waar zeker... Kan het nog waar kan het nog stuk lopen dan? Het kan nog stuk lopen op het doorrekenen van de cijfers. Als het, wat we net besproken hebben, wat heel haalbaar leek, als je dat doorrekent, dat het dan toch niet haalbaar is. En dat heeft meer te maken met percentages die je moet betalen voor financiering. Wat verwacht de gemeente dan van de manege? Zelfredzaamheid? Ja, maar dat zijn we altijd al geweest. We zijn altijd zelfredzaam geweest. We hebben nooit een cent subsidie nodig gehad van de gemeente. En dat zullen we in de toekomst ook niet hebben. Dus we gaan dan volledig zelfstandig verder. En dan blijft het voor 100 jaar nog gewoon een mooie manege daar. Is de 550.000 euro van tafel? Die is van tafel. Waar zou het nu nog op stuk kunnen lopen? Want ik hoor u een beetje voorzichtig zeggen dat de manege gered is. Eerst zien, dan geloven. We hebben een aantal zaken die gewoon even doorgerekend moeten worden. En kijken of de uitkomst voor hen ook een haalbare kaart is qua financiële lasten. Want ook de opstallen kopen betekent dat zij gewoon met geld over de brug zullen moeten komen. En daarvoor ook met de bank in gesprek moeten of dat dan een haalbare variant is. Maar de vereniging Dordtse Manege en de politiek zijn het met elkaar eens. De manege moet blijven. Dat is ook de insteek geweest van het college, maar wel tegen een acceptabele prijs. De komende twee weken wordt het dus nog even spannend voor de paardenliefhebbers of het allemaal rondkomt met de financiën. Maar het protest lijkt in ieder geval gewerkt te hebben. De paarden en hun baasjes kunnen dus weer rustig terugkeren naar hun stallen.